Deze man heeft het ook gezond misschien. Nu krijgen we als laatste ronde de gevorderde Guus. Guus is 2 jaar en die gaat proberen om een verdachte staande te houden. Ja. Of niet? Oh, pak hem zelf. Hij valt toch weer. Ja, dat is goed. Dankjewel. Er wordt nu gesimuleerd dat er op de hond wordt geschoten. Dat hoorde je in de vorm van een bank. Zo, en ook dit kan gebeuren. De honden komen met een redelijke snelheid aanzetten. Ik pak hem dus niet verder. Dat vind ik wel goed. Hij is te zwaar om overheen te komen. Zo'n pak weegt ongeveer ergens rond de 20 kilo. Dus zelfstandig opstaan is niet altijd even makkelijk en helemaal niet lastig. Hij maakt een behoorlijk forse hond aan je arm uit. Ook hier wordt de hond om te lossen. De verdachte is in verstaande gehouden. Hij mag niet bijten. En er wordt vervolgens gevraagd om de verdachte te transporteren of te escorteren naar eventueel. Dit gebeurt de verdachte vervolgens weg te vluchten. Ook daar moet de hond de verdachte weer staande houden en doet dit door hem bij zijn hand. Ik denk dat met een beest die hier goed springen. Ja, hij zou wel wat vaker doen. Ik denk ook dat het echt vertrouwd is. Ik zei ook dat het niet gebeurt, maar het is waar. Dit is wel stoer, hè? Zeker die laatste was wel heel knap. Ja, die vind ik ook heel knap.